wil graag beginnen met te vertellen waarom dit symposium is georganiseerd en hoe het tot stand is gekomen. Ik en vier medestudenten van mij studeren aan de Universiteit Utrecht. We doen onze master en doen tevens mee aan de Young Leaders League. En in het kader van de Young Leaders League zijn we samen met Ilko Koot, docent en onderzoeker bij de Hogeschool Utrecht, zijn wij dit project gestart, wat in eerste instantie heette Mapping the Social Dynamics of Soccer. Maar we kwamen wel snel achter in onze eerste gesprek dat we allemaal niks met voetbal hebben. Ik ben het meest betrokken bij voetbal, denk ik, maar ik zou niet kunnen vertellen wie bovenaan zat in de Eredivisie, dus dat zegt het genoeg, denk ik. Dus we hebben het als een vroeg stijl wat breder getrokken, dan gewoon sport in de brede zin van het woord. En omdat we allemaal echt iets heel anders studeren, iets ongerelateerd, twee psychologie studenten, twee energy science studenten en een bioloog, was het voor ons heel belangrijk om echt kennis te gaan vergaren. We zijn daarom met een hoop mensen in gesprek gegaan, voornamelijk academici, maar we zijn ook aanwezig geweest bij een politiek sportcafé met een hoop bestuurders van sportverenigingen. En in die bijeenkomsten en gesprekken kwamen we erachter dat dit onderwerp ontzettend leeft. Dat er een hele hoop partijen bij betrokken zijn. Dat was voor ons echt een eye-opener, dat wisten we al. En natuurlijk is het helaas, gezien de gebeurtenissen in Almere, nog actueler geworden het onderwerp van vanavond. We vonden het daarom heel nuttig, zinvol en leuk om ook dit symposium te organiseren, met z'n allen hierover in gesprek te gaan over wat sport voor de maatschappij kan betekenen. Kan natuurlijk behaald wat betekenen, wat zijn de kansen, de mogelijkheden, wat de grenzen en eventueel de risico's. Dat betreft de achtergrond. We hebben een aantal panelleden vanavond met wie we allemaal in discussie gaan. De zaal geeft een beetje het gevoel alsof je bij een lezing bent, maar het is wel de bedoeling dat we met z'n allen actief met elkaar in gesprek gaan. De opstelling is niet ideaal, maar we gaan het toch proberen. Helemaal aan voor jullie de linkerzijde hebben we Marina. Marina is als vicevoorzitter en secretaris betrokken bij de Vereniging Sport Utrecht. En heeft ook in het verleden als bestuurslid. Hij is daar erg betrokken bij dit onderwerp. Daarnaast zit Michael van Waardenburg, onderzoeker verbonden aan de USBO van de Universiteit Utrecht. Promoveert op het onderwerp instrumentalisering en commercialisering van sportverenigingen. En stevens co-auteur van het boek Sportverenigingen tussen tradities en ambities. Daarnaast hebben we Tom Rutten, afdelingshoofd implementatie van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen. Theo van Uden, directeur van het Universitair Sportcentrum Amsterdam. Tevens lid van de Sportheid Amsterdam. En ook lid van de Raad van Toezicht van Studentensport Nederland. En als laatste, ben dan lid en tevens gastspreker van vanavond, is Albert-Jan Kruiter. Albert-Jan is onderzoeker en tevens oprichter van het Instituut voor Publieke Waarden. Ook is hij betrokken als onderzoeker bij de Kafka-brigade. En ik lees het op, gekopieerd van een website, dat is een organisatie die is opgericht om bureaucratische toestanden te onderzoeken waar geen touw meer aan vast te knopen is. Verder heeft Albert-Jan verschillende boeken geschreven, ook over het onderwerp van de individualisering van de samenleving en de daarbij stijgende bureaucratisering van de overheid. Dat sluit ook nauw aan bij deze avond. Publiceert regelmatig in landelijke tijdschriften en dagbladen. Voor zijn proefschrift de prestigieuze Van Poelierprijs gewonnen. En de lijst gaat maar door, dus voor ons de ideale persoon om vanavond deze avond in te leiden. Dus Albert-Jan wil ik graag het woord geven aan jou. Dankjewel. Ben ik zo te verstaan? Staat het microfoontje aan? Ja, staat wel aan. Ja, misschien niet. Ja, ik hoor hier wat misschien bij. Misschien moet ik hem wat hoger doen, hoor. Is het zo beter? Zitten over te praten over deze vraag. We hebben nou eigenlijk het idee vandaan gehad dat sport iets met maatschappelijke functies of met maatschappelijke verantwoordelijkheid te maken zou hebben. Want sport was ooit entertainment, ontspanning, noem maar op. En er komt steeds meer druk op die sportverenigingen te liggen. Hoe komt het nou dat we vanavond met elkaar die vraag stellen? En wat die vraag over maatschappelijke functies, wat zijn dat, hoe geven we die vorm? Die wordt al ongeveer 2500 jaar lang
gesteld. Daar zal ik straks beginnen. Dan hoop ik hier te eindigen. Wees niet bang, dat gebeurt ongeveer in 20 minuten. Ik ben gisteren begonnen in een biografie over de gebroeders De Wit. De bekende staatsmannen. En die moesten op hun 16e en hun 18e begonnen die met studeren aan de Universiteit Leiden, de rechten. Rond 1640 was dat. En een belangrijk onderdeel in het universitaire curriculum was sport, zo las ik tot mijn verbazing. Dat waren niet de sporten die wij nu nog veel beoefenen. Ze waren vooral aan het kaatsen. Dat is een soort, het lijkt ook nog het meeste op tennis eigenlijk. En waarom vond de universiteit het nou zo belangrijk dat die jongen sporten? Naast dansen overigens, om een goede houding te ontwikkelen. Want een staatsman, waar je toen voor werd opgeleid, die moest ten opzichte van het volk een juiste houding produceren, zodat mensen gelijk herkennen, nou, dat is iemand die met een publieke zaak bezig is, daar moet een beetje respectvol mee omgaan. Dat was in 1600, een eind terug, laten we maar bij de Griekse democratie, de Griekse polis beginnen. Plato, Aristoteles, Socrates, die stelden die vraag natuurlijk ook bijna in al hun werk, van wat zijn die maatschappelijke functies, hoe geven we gemeenschappelijk de publieke zaken vorm? Nou, Plato die had daar op zich een tamelijk eenvoudige oplossing voor, maar hebben we het er nog steeds over. Die zei eigenlijk, nou, er zijn mensen die moet je aanstellen om over de democratie, over de publieke zaken te waken. En er zijn mensen die moet je daar eigenlijk niet mee vermoeien. Je hebt een soort nobele aristocraten. Die kunnen goed nadenken, die kunnen goed doen, die kunnen goed plannen maken. Die moet je die polis laten besturen. En het volk, dat moet je gewoon het volk laten zijn. Met hun vulgaire genoegens en hun activiteiten. Het oude Griekenland was ook niet iedereen burger. Hè? Dus dat hele begrip burgerschap, wat hier ook vaak mee in verband wordt gebracht. Wat is nou verantwoord burgerschap? Die Grieken, eigenlijk was je alleen burger als je voldoende tijd en dus voldoende geld had. Om je de hele dag over de publieke zaak te ontfermen. Om erover te praten, om het land, of de polis in dit geval, te besturen. Mensen die gewoon moesten werken voor hun geld en hun inkomen verdienen, die noemen zich geen burgers. Vrouwen waren überhaupt geen burger, slaven ook niet. En mensen van buiten Athene, buiten de polis, ook niet. Dus wat ze toen burgers noemden, was bijna de minderheid van de mensen die in die polis woonden. Nou, Aristoteles die wilde daar al wat meer verbreden. Die zei van, nou, eigenlijk zijn alleen mensen die hun eigen gewicht kunnen tillen. Die zijn burger, die mogen meebeslissen over die res publica, over die publieke zaak. En als je dat kan, als je je eigen gewicht kan tillen, als je zelfredzaam bent, zouden we vandaag de dag zeggen, dan heb je ook de plicht om je met de maatschappij, met de samenleving, met de publieke zaak bezig te houden. Heb je de plicht, de morele plicht om dat te doen. Nou, uiteindelijk overleed ook Aristoteles en die Grieken waren dan een beetje klaar met dat gezeven over die publieke zaken. Die zeiden, nou, we gaan het van nu af aan, gaan we het anders doen. Niet de publieke moraal, niet de maatschappelijke opgave moet leidend zijn, maar onze individuele moraal. Ons eigen belang, dat zetten we voorop. En de staat die moet daar een afgeleide van zijn. En binnen een aantal jaar verviel de Griekse democratie in barbarij en ellende. En we hebben er weinig meer van gehoord tot ongeveer 1,5 jaar geleden. Toen ze bewezen dat die democratie nog steeds niet optimaal functioneert. De Romeinen die pakten dat begrip weer op. De publieke zaak. De Romeinse trotse res publica. De Romeinse staat. En die pakten dat idee ook weer op. Dat als je getalenteerd was. Als je wat kon. Als je geld had. Als je tijd had. Dan moest je je ontfermen en inspannen. Voor de res publica, voor het grote Romeinse goed. Maar ook daar maakten ze een onderscheid. Ook de Romeinen zeiden niet iedereen is burger. Civitis Romanus sum, ik ben Romeins staatsburger. Dat betekende dat je niet alleen de plicht had om je in te spannen voor de publieke zaak, maar betekende ook dat je recht had op bescherming van het Romeinse leger, waar je ook in dat rijk kwam. Dus de Romeinen die voegden eigenlijk al wat toe, verhouding tot die Grieken, namelijk rechten. Als je plicht had, kwamen daar een beetje
rechten bij. Maar ook in het Romeinse Rijk als burgerschap, inspannen voor die publieke zaak, dat was een exclusiviteit. Slaven waren nog steeds geen burger. Vrouwen waren ook nog steeds geen burger. Iedereen buiten dat Romeinse Rijk, die niet het geld had, dat was een tweede punt, om burgerschap te kopen, waren ook geen burger. Maar ze boden wel te koop aan. Dus als je op de een of andere manier geld verdiende, of kreeg, of genoeg had, dan kon je dat burgerschap kopen. Uiteindelijk verviel ook dat Romeinse Rijk aan individualisme en eigenbelang. De publieke zaak werd vergeten. Decadentie, zeggen sommigen. Maar feit was dat de Romeinse bekende geschiedschrijver Tacitus, die zei: hoe meer mensen individualistisch werden, hoe meer regeltjes en wetten we nodig hadden om die publieke zaak in het leven te houden. Dus in plaats van een morele plicht om je te bemoeien met de publieke zaak, werd het steeds vaker een wettelijke plicht. En mensen hadden daar geen zin in. Dus ook het Romeinse Rijk kwam ten val. Dat hele begrip, de publieke zaak, maatschappelijke verantwoordelijkheid, dat kwam eigenlijk weer op in de Renaissance rondom de stadstaten. En daar organiseerden we het opnieuw per stad. Eerst in Florence, Genua, Noord-Italië, maar ook in Nederland. Dus burgerschap was stadsburgerschap. We koppelden dat aan de steden. Dan zetten we netjes een stadsmuur om. En iedereen die in die stad woonde, had burger, stadsburgerrechten. Iedereen die er buiten, niet. Daar kwam ook de term boerenburgers buitenrijven. Alleen boden wij het ook. Wij waren natuurlijk handelsmannen te koop aan. Dus je kan burger worden van de stad Rotterdam door 3000 stenen bij te dragen aan de Laurenskerk. We zagen de burgerschap aanvankelijk eerst als een manier om belasting te innen, om geld te krijgen. Maar het was ook voor de hoogopgeleide, zoals de vader van de gebroeders de Wit, waar ik het net over had, was het echt een plicht als je voldoende geld had om je in te spannen voor die publieke zaak. De nachtwacht, ons nationale symbool, is feitelijk ook niets anders dan een troep bezorgde burgers die 's nachts gewapend met hellebaarden en karabijnen, noem het allemaal op, Amsterdam doorlopen om rust en orde te bewaren. Het is eigenlijk een burgerinitiatief, zouden we dat nu noemen, een soort buurtvaders waren dat eigenlijk. En daar zat verder ook geen wet of recht achter. Dus het hing ook van die mensen af wie ze aanpakten of oppakten, of wiens onrust zij probeerden in te dammen. Dat is tamelijk willekeurig. Nou, zo groeiden die stadstaatjes verder. Het was heel exclusief nog steeds. Dat betekende dus ook uitsluitend. Dus wie je niet in je stad wilde hebben, ontzei je gewoon die burgerschapsrechten. Waardoor ze of vogelvrij werden, waardoor iedereen anders met je kon doen, ze beroven, doodmaken, wat je er ook mee wilde. Dus dat burgerschap, dat maatschappelijke belang, dat was nog steeds een exclusief ding. Tot eigenlijk, zo groeide een beetje door, zo vlak voor de Franse Revolutie, toen gebeurde er wat bijzonders. En dan doe ik niet zozeer op het feit dat daar een hele aristocratische klasse op het schavot werd gezet, maar meer op het feit dat we in die periode ook de universele verklaring van de rechten van de mens uitvaardigden. En daar plukken we nog steeds de vruchten van, maar ook de nadelen. Want wat gebeurde er toen? Eigenlijk zeiden we met die universele verklaring van de rechten van de mens: iedereen is burger. Dus die exclusiviteit en die morele plicht van het burgerschap, om je in te spannen voor die publieke zaak, die verviel daarmee. En we deden nog iets. Met die universele verklaring van de rechten van de mens schaften we de exclusiviteit van burgerschap af. Want iedereen was bij geboorte burger. En burgerschap was niet een soort morele plicht, maar ja, iedereen was dat. Nou, dat voor een heleboel mensen problemen op. Van ja, want als iedereen verantwoordelijk is voor die publieke zaak, dan is feitelijk niemand het. Dus wie gaat dan nog die publieke zaak bestieren? Wie gaat zich nog maatschappelijk inzetten? Nou, Thorbecke in Nederland die maakte zich daar ook grote zorgen om. Hij schreef een essay in 1851, dat heet Over het staatsburgerschap. En hij vroeg zich daarin af, hoe kunnen, nou ja, Plato ook gelezen, Aristoteles, en hij vroeg zich eigenlijk af, hoe kunnen we nou voor zorgen dat die arme drommels die de hele dag op het land werken en die eigenlijk geen tijd hebben om grote gedachten over publieke zaak te ontwikkelen, hoe kunnen we nou voor zorgen dat die dat wel doen, wel kunnen doen? En dus hij schreef eigenlijk over die armere mensen,
schreef hij, zijn blik gebonden aan de dagelijkse behoeften kan zich tot de algemene zaak niet heffen. Ja, dus hij geloofde eigenlijk niet, als het gros van de Nederlanders op dat moment, überhaupt kon beseffen wat burgerschap en wat een publieke zaak was. Maar alleen maar met hun eigen belangetjes bezig de hele dag. Daarom was hij bijvoorbeeld ook tegen het algemeen stemrecht, net zoals veel van die politici in die tijd. Maar hij zei ook wel, wat we in ieder geval moeten doen is zorgen dat ooit in de toekomst, misschien die mensen, misschien hun kinderen of hun kleinkinderen, wel volwaardige burgers kunnen worden. Nou, dat was eigenlijk de kiem van de Nederlandse verzorgingsstaat. Dat was een legitimiteit om de kinderarbeid af te schaffen, om arbeidsvoorwaarden in te richten, om sociale zekerheid op te starten, om algemeen onderwijs in te voeren, om gezondheidszorg op te bouwen. En eerst ging dat nog in communities. Dus dat groeide langzaam door. Dus na de Tweede Wereldoorlog was het Nederlandse burgerschap, onze morele, onze morele motivatie om ons met de politieke zaak te bemoeien, kwam op een toppunt. Dus alles wat we nu kennen als grote instellingen, grote scholen, grote zorginstellingen, dat waren vroeger burgerinitiatieven. Dat is nog niet eens zo heel lang geleden. Vaak aan de kerk geleerd, dus ja, de katholieke ziekenhuis, de reformeerden. Het was met die verzuiling kwam dat mee, maar het was kleinschalig. En het was van de burgers. Vaak op vrijwillige inzet gebaseerd. En dat was een probleem. Want Nederland moest opgebouwd worden. En vrijwilligers, die doen fantastisch werk, werken hard, zijn gepassioneerd, kosten niks. Maar ze betalen ook geen belasting. En dat was het probleem. Want er moest geld in de staatskas komen om het land op te bouwen. Dus die overheid die vond het helemaal niet prettig dat er zoveel vrijwilligers waren. Dus er werden ministeriële plannen gemaakt om al dat burgerinitiatief te institutionaliseren. Om het eigendom van de staat te maken. Door eerst subsidies te verstrekken. Net zolang tot de initiatieven verslaafd waren aan de subsidies. Vervolgens regelgeving eroverheen te maken. Je moet dit wel doen, anders krijg je geen geld meer. Ja. En uiteindelijk, ja, jullie kunnen het niet meer. Jullie zijn vrijwilligers, hebben eigen professionals nodig. Om de hele boel richting de overheid te trekken. Dus die overheid die bracht eigenlijk zo in de jaren 50, begin jaren 60, een gigantische klap aan dat maatschappelijke initiatief toe. Dat was de eerste tip die werd uitgevoerd. Nou, toen kwam er alsnog een generatie van babyboomers die in de jaren 60 inspraak eisten en collectief het maagdenhuis bezetten en probeerden zo nog een beetje invloed uit te oefenen. Dat kennen we nu als inspraakmoeras, een poldermodel, het kan allemaal naar een rommelzonde. Zetten niet echt zoden aan de dijk. En toen kwam de tweede klap van de overheid richting het maatschappelijk initiatief, namelijk in de jaren, eind jaren 70, midden jaren 80, kwam er een gigantische lading pedagogen, psychologen, sociologen, bestuurskundigen, noem het zo gek niet op, dat kwam allemaal op die arbeidsmarkt. Dus alles wat nog vrijwilligerswerk deed en zich vrijwillig inspannen voor de publieke zaak, dat moest ook geprofessionaliseerd worden. Dus de voorleesmoeder moest een remedial teacher worden en de bibliotheekmoeder die moest een opleiding krijgen en noem het allemaal op. Dus de hele vrijwillige sector werd daar geprofessionaliseerd. Dat was de tweede klap. In de jaren 90 kwam de derde klap voor het maatschappelijk initiatief. Want toen mochten we niet eens burger meer zijn, toen moesten we klant worden. Zelfs van de overheid. Dus die overheid ging winkels inrichten, loketten, een WMO-loket. Net alsof je naar een andere gemeente kan gaan om daar te shoppen als het bij de ene gemeente niet lukt. Als je een paspoort ging halen, werd je als klant behandeld. Alsof je kan zeggen, nou doe mij maar een ander kleurtje, of doe mij maar een ander paspoort. Alsof je in een mediamarkt binnenkwam. Zo ging die overheid zich opstellen. Er is één groot verschil tussen een burger en een klant. Die burger die houdt altijd het publieke belang in de gaten. En die klant die moet zijn eigen belang benadrukken. Als een klant dat niet doet, werkt de markt niet. Als ik bij de mediamarkt kom en ik ga alleen maar denken wat zouden zij voor televisie, dan werkt die markt niet. En dan worden die mensen die daar werken, die worden gek. En dan zeg je, ja, jij komt. Hè? Dus dat werkt niet. Dus eigenlijk zei die overheid in de jaren 90, je moet vooral op uw eigen belang zich richten. Want dan kunnen wij u beter bedienen. Dat er ook mensen waren die zeiden, nou het gaat misschien niet om mij, maar weet je, het gaat om de samenleving of ik ben een burger.
of ik heb Aristoteles gelezen. En ik, nee, let maar vooral op jezelf. Nou, dat systeem groeide dermate uit de klauwen dat we begin 2000, 2001, 2002 al begonnen te ontdekken van hé, die is niet houdbaar. Want die klanten, die vragen collectief meer dan ze individueel bereid zijn om te betalen of om te geven. Nou, als je deze periode terugkijkt, dan zie je eigenlijk twee dingen. Dat die democratische overheid, hè, mijn proefschrift gaat voor een groot deel over Alexis de Tocqueville, Fransman die in 1805 geboren werd en in 1859 naar tuberculose overleed. En die zei eigenlijk, als je democratie bestudeert, als je over democratie praat, dan krijg je geheid en Babylonische spraakverwarring. Want iedereen heeft daar zijn eigen definitie van en dat wordt er eigenlijk helemaal niks. Hij zei, ik kan er weinig aan doen, maar ik kan wel een simpel onderscheid maken. Hij zei, als je nou over democratie gaat praten en over burgerschap en dat soort zaken, in verhouding tot de overheid, maak een onderscheid in de democratische overheid. Democratische overheid en een democratische samenleving. En de democratische overheid, dan gaat het over wetten, regering, parlement, overheidsinstellingen, alles wat formeel is een democratie. Democratische samenleving, dat gaat over burgerschap, maatschappelijk initiatief, sociaal kapitaal, dat soort zaken. Dat zijn twee verschillende dingen. Als je nou historisch kijkt, dan zie je dat die democratische overheid van stadsniveau, van polisniveau en soms zelfs van straats- of dorpsniveau alleen maar centralistischer en bureaucratischer is geworden. Dus die Tocqueville die zegt eigenlijk al in 1835, nou, nu we democratie hebben, hij gaat naar Frankrijk en gaat naar Amerika om te kijken hoe het daar is. Want hij zegt, ja, het eerste land waar het echt is. En al mensen voor mij, die hebben er alleen maar over gedacht, maar ik kan nu echt bekijken hoe het is. Hij voorspelt aan het einde van zijn boek Democratie en Amerika, voorspelt hij dat het kenmerk van de democratische overheid zal zijn centralisatie en bureaucratie. Ten bureaucratie hebben we ook aan hem te danken. En hij zegt die democratische samenleving, die zal veranderen van een focus op publiek belang, morele plicht, de Grieken, tot strekt de focus op eigen belang. Dus van publiek belang naar eigen belang. En die twee zegt hij, of individualisme zou je ook kunnen zeggen. Dus hij zegt, ik voorzie een soort eindstadium van die democratie waar de mens individualistisch is en de overheid bureaucratisch. Maar ik denk niet dat hij daar niet zo heel gek voor wil laten zeggen. Want hij zegt, die twee versterken elkaar ook. Want hoe individualistischer die mens is, hoe meer die mens alleen maar in zijn eigen micro-samenleving zit, zijn eigen belang te behartigen, hoe meer die overheid denkt, ja, het publieke belang, dat is voor ons. En hoe meer die overheid zegt, het publieke belang, dat gaan wij vormgeven, hoe meer die mens zegt, nou prima, dan ga ik gewoon weer mijn eigen dingetje doen. Dus die bureaucratische overheid en die individualistische samenleving, die spinnen gewoon de bocht uit. Tot het moment, zegt hij, dat het niet democratisch meer is. Omdat mensen niet eens meer weten wat het publiek belang is. Omdat er hele generaties opgroeien die alleen maar met zichzelf bezig zijn geweest. En nu in één keer weer een publieke zaak moeten gaan vormgeven als die overheid instort. Dat gaat natuurlijk nooit lukken. De enige manier om die publieke zaak echt vorm te kunnen geven is als je dat op straat geleerd hebt. Als je ooit met je buren een schooltje hebt gesticht en het vorm hebt gegeven, dan weet je pas wat het is om gezamenlijk wat te kunnen doen. Dat zag hij ook in Amerika. Dus hij kwam daar binnen en Frankrijk was een staat, hè? Dat was echt gewoon, dat was een bureaucratie. De zonnekoning, noem maar op. En hij kwam in Amerika en dat was eigenlijk een soort tabula rasa. Dat was nog helemaal niks. En hij loopt ergens rond in New England en hij loopt een gebouwtje binnen. En er zitten allemaal mensen met elkaar te praten. Die zeggen, wij zitten erin. Wat gebeurt hier eigenlijk? En hij komt er snel achter dat die mensen een schooltje aan het oprichten zijn.
En er zijn een paar mensen die zeggen, nou, stuur je de kinderen 6 dagen naar school en we willen dat er alleen maar geschiedenis wordt gegeven. Dat is het belangrijkste. Er is een groepje andere mensen die zegt, nou, we sturen 6 dagen naar school, maar wij willen dat er alleen maar theologie wordt gegeven. Dat is het belangrijkste. En weer een andere groep die zegt, nou, wij willen dat er alleen maar aardrijkskunde wordt gegeven, want we zijn een nieuw land. Dat is het belangrijkste. Nou, toch viel die vrijf zich al in zijn handen. Die denkt, dat wordt knok. Want zo gaat het namelijk in Frankrijk. Dan slaan we elkaar de hersens in, dus bij zo'n meningsverschil. Maar wat wij als Nederlanders goed kunnen begrijpen, waar hij verrast over was, wat daar gebeurde, is dat ze eruit kwamen al vrij snel. Nou, dat doen we 2 dagen, misschien niet 2 dagen, aardrijkskunde 2 dagen. Theologie. En hij zei, in Frankrijk was het omgekeerde gebeurd. Wij Fransen zijn al zo individualistisch dat we hadden gezegd, nee, ik wil toch echt geschiedenis. Dat we het vol zouden blijven houden. En dat we uiteindelijk dat hele schooltje niet kwam. En de staat dus, de overheid dus, dat schooltje niet moest zijn. En hij zegt, dat is wat die Amerikanen goed deden, is dat ze beseffen dat het publieke belang, dat er toch dat schooltje komt. Dat het belangrijker is dan je eigen belang maar vol te blijven houden. Want anders zetten ze er ook net een school neer waar je überhaupt geen invloed meer op hebt. En dat noemde hij wel begrepen eigen belang. Het zit eigenlijk tussen publiek belang en eigen belang in. Want je weet dan, met dat wel begrepen eigen belang, dat die publieke zaak uiteindelijk beter is voor jouw eigen belang dan je korte termijn eigen belang. Wel begrepen eigen belang. Hij zegt dat is de kern van weldadige democratie. Wel begrepen eigen belang. Waar zegt hij dat puur dus niemand, zoals ik net al zei, in de klas leren. Je kan niet een college geven en zeggen, jongens, vanaf morgen allemaal wel begrepen eigen belang. Dat werkt dus niet. Dat moet je zelf ontdekken door zelf publieke problemen te gaan oplossen. Of door gezamenlijk met andere mensen iets te gaan doen. Nou, even terug naar nu. De overheid die zit hier ergens, hè, helemaal uit de bocht gespind zo. Hop. Gaan binnenkort allemaal 20% van ons bruto loon en zorgkosten betalen. Die hele verzorgingsstaat die implodeert. We hebben onlangs al even gemerkt met de zorgpremiediscussie wat er gebeurt als we iets meer moeten gaan betalen. Er staan gelijk volksopstanden en weet ik wat allemaal. Snel weer terug in de fles, die geest. Komt volgens mij ook omdat we dus al jaren niet meer over solidariteit gepraat hebben. Totale paniek, we weten helemaal niet meer wat het is. We weten niet eens meer hoe het gesprek moet voeren. De overheid reageert daar ook tamelijk naïef op. Hè? Dus die zegt nu van oké, we zijn dus centralistisch en bureaucratisch, dat is te duur. En jullie, de samenleving is individualistisch. Wij willen eigenlijk dit. Ja. Dat jullie allemaal burgers worden en dat de gemeentes dan dat op gaan lossen. Ja. En dat noemen we decentraliseren. Beleid dichter bij de burger brengen. Dus eigenlijk zegt die overheid nu gewoon tegen de gemeente, ja, die sociale zekerheid, hè? Geef u nog een doen. Die zorg, ja, dat hebben wij nu 30 jaar geprobeerd, het wordt alleen maar duurder, geef u nog een doen. Jeugdzorg, ja, 30% gegroeid in 10 jaar, geef u nog een doen. Maar ze doen meer dan dat. Ze schaffen rechten af en ze geven de gemeente minder budget dan ze zelf ooit uitgegeven. Dus het recht op zorg komt te vervallen. Het recht op jeugdzorg bestaat straks niet meer. De WMO, die zo mooi gemarkeerd wordt als een participatiewet, daarin is het recht op zorg vernietigd. Dus het ABBZ gaf recht op zorg, daar betaalde de premie voor. Maar dat recht op zorg kon niet zomaar afgeschaft worden. Dus vandaag zei, weet je wat, we verzinnen een nieuwe wet, de WMO, die geeft geen recht op zorg. Maar al die onrendabele delen van de ABBZ stoppen we in die WMO. Als dat geld op is, maar het geld op. Kun je niet meer naar de rechter gaan en zeggen, ja, ik heb recht op pijn. We hebben dus geen recht op zorg. We hebben straks ook geen recht op jeugdzorg. Dat geeft ook een voordeel. Want die rechtsstaat die met die verzorgingsstaat verbonden was, zorgde voor regeltjes, procedures, protocollen. We hebben onszelf met die rechten ook in beton gegoten. Gemeentes krijgen nu wel veel meer ruimte om de potgeld zelf te verdelen. Nou, de vraag die hier vanavond natuurlijk voor ligt, is niet wat kunnen sportverenigingen doen om die decentralisaties terug te draaien. Dat zou een leuke vraag zijn. De vraag die hier voor ligt is, wat kunnen sportverenigingen, sportorganisaties nu doen? Kunnen ze iets doen
om dat wel begrepen eigenbelang te bevorderen. De sportsector zal daar een antwoord op moeten verzinnen. Want organisaties die dat niet doen, die gaan voor de bel. Net zoals dat in de jaren 50 gebeurde. Subsidiëren, reguleren, afhankelijk maken, subsidie terugtrekken en af laten sterven. Dat is een beetje het patroon. Dat gebeurt nu bijvoorbeeld met zorginstellingen. Met scholen gaat dat ook wel een beetje zo. Dus de vraag is, wat kun je hier als sportvereniging? Moet je er iets? Wat is je verhaal? Wat is je visie erop? Kun je hier iets mee? Ben je er als sportvereniging om de democratie te revitaliseren? Want daar gaat die vraag eigenlijk over. Of moet je gewoon zeggen, nou ja, wij zijn eigenlijk gewoon heel goed in het organiseren van sport. En that's it. En dat in de proces kinderen wat meekrijgen, mensen met elkaar om laten leren gaan, prima. Dat zijn positieve externe effecten van wat wij doen. Maar dat is wat anders dan dat je zegt, die positieve externe effecten van wat wij doen, dat is de kern van wat wij doen en daar willen we nu graag geld voor krijgen. Want voor je het weet, zijn dan ook die positieve externe effecten de dingen waar je op afgerekend wordt. Waardoor je daar nog meer op gaat focussen, waardoor je eigenlijk een core business, het organiseren van sport, op de achtergrond komt. Het lijkt overdreven, maar zo is het voor een deel al in het onderwijs gegaan. Zeker een basisonderwijs. Je moest op een gegeven moment kinderen gaan opvoeden, moesten dit doen, moesten dat doen, moesten zus doen, moesten zo doen. Dus heb ik gezegd, ja, kom maar, ik ga het doen. En nu is de grootste klacht dat het onderwijs niet meer op orde is. Gewoon een klassieke onderwijs. Voor een deel staat ook het patroon waar de gemeente nu in trappen. Wij gaan die zorg wel regelen. Wij gaan die sociale zekerheid regelen. Geef ons maar meer taken. We krijgen nu wel minder geld. Dus nu heeft de gemeente ook gezegd, wat moeten we nu eigenlijk? Maar een waardepropositie over de waarde van een sportvereniging, wat is nou de core business, wat is nou de kern van wat je doet? Ik denk dat dat een belangrijke opgave is en daar wilde ik het graag even hebben. Dank u wel. Hartelijk bedankt Albert-Jan voor de ontzettend mooie introductie. Gaan we meteen door naar de eerste stelling die aanlas aansluit bij het verhaal dat je zelf hebt gehoord. Sport is het wondermiddel voor het stimuleren van maatschappelijke participatie. Er behoeft door Albert-Jan Spraatje weinig introductie. Maar misschien twee dingen die recent in het nieuws zijn geweest onder de twee uitspraken van Mark Rutte. Ook bij de situatie in Almere heeft hij hetzelfde gezegd en ook toen hij een open brief kreeg, een ingezonden brief van een kind dat gepest werd. Bij allebei de situaties geeft hij zijn medeleven, maar geeft hij wel aan de verantwoordelijkheid om dit op te lossen ligt bij de maatschappij zelf, bij de mensen in de maatschappij. En heeft in beide gevallen ook specifiek sportvereniging genoemd als verantwoordelijke hiervoor. Maar de vraag is natuurlijk, kunnen sportverenigingen dit aan? En om te beginnen zou ik willen vragen om de groene en rode kaartjes te halen. En om te laten weten wie over deze stem denkt. Gaat u gang. Rood, sorry, pardon. Rood is dus voor niet als onderwerp. Overweging rood? Was het rood of twee? Ja, natuurlijk. Er al twee groene. Dan wil ik daar achterin ook verschillende meningen. We beginnen met twee mensen die een groene kaart bestaan. Ik noem jullie naar. Mag ik jou naar een vraag? Is de persoon met de microfoon? Daar is hij. Voor je. Oh, ja, kan ook juist goed voor je. Goedenavond, mijn naam is Giel Baart van de Stichting Raal, organisatie voor de gelijke behandeling tegen discriminatie. Ik zie sport zeker als een. Het woord is misschien een groot woord, maar wel als een middel waarbij. Dat iedereen met elkaar kan verbinden, zowel mensen op het veld die bezig zijn met sport, mensen aan de kant, besturen. Dus ik zie wel degelijk als een middel om bijdrage te leveren aan een betere democratie en een betere samenleving. Dank u wel. Wil iemand daar op reageren? Ja, wat kun je knopje doen? Ik wil wel reageren. Ja, wat
wat mij wel triggert in de stelling en ook in het antwoord van meneer is, is eigenlijk het woord stimuleren. Omdat wat mij betreft sport, maar dan met name sportdeelname, staat voor maatschappelijke participatie. Op het moment dat je gaat spreken over stimuleren, dan betekent dat je mensen die zich wellicht niet in eerste instantie voelen aangetrokken tot sportdeelname, probeert te betrekken bij de sport. En wat mij betreft moet maatschappelijke participatie, is het belangrijker zeg maar, dat dat een intrinsieke motivatie heeft, omdat dat vanuit een extrinsieke motivatie mensen betrokken worden bij of het nou de sportvereniging is of een andere maatschappelijke partij. Dankjewel. Reacties vanuit de zaal. Ik zag Ilko, Jelte ook. Waar ben je? Daar. Ik zag jou ook met een groene kaart. Het is natuurlijk een lastige. Dan moet ik hem uitzetten, ja? Oké, sorry. Zal dat helpen? Ja. Het is natuurlijk een moeilijke, maar ik denk wel dat de sport de plek is waar mensen elkaar wel op een makkelijke manier kunnen ontmoeten. En als je vanuit de motivatie van mensen begint, dan zie je wel dat het vaak wel de mogelijkheid geeft om mensen in beweging te brengen. Dus niet het onderdeel, maar wel een heel groot onderdeel. Ik vond het wel grappig om te zien, zeg maar. Heel veel mensen met een rood kaartje, 2, 3 optimisten. Dat is heel mooi om te zien. En ik merk dat heel veel mensen zeggen, nee, sport is niet het wondermiddel om dit op te lossen. Als je kijkt naar het handelen van heel veel partijen, lijkt het alsof wel heel veel partijen daar stiekem in geloven. De overheid die geld beschikbaar stelt aan de sportvereniging om het oplossen van maatschappelijke problemen. Of het nou participatie is of overgewicht, daarbij gaat geld naar de sportvereniging. De sportvereniging die zegt, nou, dat geld is bij mij van harte welkom en je hebt groot gelijk, overheid, want ik kan een bijdrage leveren aan dat maatschappelijk probleem. Kijk eens mijn plan, waarin ik beloof, meer kinderen, meer allochtone kinderen die meedoen. Ik ga wat doen aan het overgewicht in deze gemeente en de veiligheid op straat. En dat vergroot ik ook als sportvereniging. De gemeente die denkt, nou, dat is mooi, dan ga ik dat in mijn subsidievoorwaarden opstellen, want daar zijn sportverenigingen blijkbaar goed in. Dat zeggen ze, zou ook de gemeente gaat zeggen van, ah, sportvereniging, maak maar kenbaar welke maatschappelijke problemen je oplost en dan gaat mijn geld ook naar jou, want ik geloof daar ook in. Dan heb je 3 partijen die er heel erg in geloven, die misschien hier een rode kaartje opsteken, maar naar elkaar toe zeggen van, nou, eigenlijk denk ik wel groen, dus gek, kom maar op met dat geld. Terwijl in de praktijk je heel ernstig af moet vragen of dat wel effect oplevert. Maar in die driehoek stellen misschien te weinig mensen die kritische vragen of dat wel echt oplevert. Ja, goed punt. Marina. Ja, en ik denk ook dat in de sport het nog steeds zo is dat de diversiteit erg noodzakelijk is. Dat betekent dus ook verschillende soorten verenigingen. Je hebt natuurlijk verenigingen die zich wel aangetrokken voelen, die tot maatschappelijke taken. Maar je hebt ook verenigingen die zeggen, daar hebben we toevallig helemaal geen zin in. Ik zit hier vanavond met 10 mensen aan de bar, ik heb het reuze gezellig. Wat zullen jullie nou? Voorbeeld kwam ook straks in de inleiding al. En ik denk dat de diversiteit toch ook een groot goed is in Nederland. We mogen toch ook nog wel een beetje zelf weten wat we doen. En tot welke groep wij ons aangetrokken voelen. Dus het wonderbeeld geloof ik niet. Zeker niet. Een stukje misschien wel, maar je kunt ook niet alles bij de sport droppen wat in het verleden fout is gegaan. Dat is natuurlijk ook niet echt realistisch. Dankjewel. Theo. Ja, kijk, wondermiddelen bestaan niet, dus daar zijn we snel klaar mee. Dus wat dat betreft is die vraag bijna wel makkelijk te beantwoorden. En verder is het voor mij, ik ben geneigd om een beetje naar de andere kant te gaan hangen. Was het maar voor de discussie. Je praat eigenlijk over doel of middel. En voor mij is sport heeft een eigen waarde, een zelfstandige waarde. En is daardoor een doel in zichzelf. En dat je daarmee andere dingen kunt bereiken. Nou ja, in de inleiding kwam het eigenlijk al naar voren. Dat is eigenlijk mooi meegenomen. Maar het is meteen ook gevaarlijk. Want mevrouw zei het ook al. Je loopt daar het risico mee dat bepaalde verenigingen of bepaalde sporten helemaal niet meer aan bod kunnen komen, omdat die kennelijk niet als dat middel kunnen functioneren. En dat zou ik als sporter in hart en nieren, zou ik dat buitengewoon vervelend en jammer vinden.
Dus je moet voorkomen dat je dat gevaar naar je toe trekt. En je moet alle ruimte laten voor alle ontwikkeling in de sport die zich maar voordoen. Dankjewel. Ik kan me voorstellen dat er een hoop rode kaarten waren door de weinig nuance die in de stelling zit. Ik zag daar nog een groene kaart omhoog gaan. Ja, ik zag hem gaan. Ik wil er wel op reageren. Want er zijn natuurlijk ook wel, kunnen ook initiatieven zijn dat er veel meer verenigingen gaan samenwerken om die maatschappelijke functie op te pakken. En dat je niet zozeer kijkt naar één vereniging, maar dat het gewoon, en dat verbindt ook, dat het meer een samenwerking wordt, zeg maar. En dan, in dat geval is het niet zozeer. En natuurlijk, sporten, dat is hartstikke mooi en dat moet ook blijven omdat sport mooi is. Maar ik denk wel zeker dat ook jeugd en kinderen er veel van kunnen leren ook. Maar dat kan ook, ik noem nu sport, maar het is, omdat het nu over sport gaat, maar het kan natuurlijk ook met andere initiatieven. Maar het is wel, ja, in mijn ogen is het wel een middel. Dankjewel. Het gaat ook een beetje over die term maatschappelijke participatie. Wat is er nou eigenlijk maatschappelijke participatie? Volgens mij is iedereen doet aan maatschappelijke participatie, behalve als je de hele dag op de bank blijft zitten en bier drinken. En voor de rest, en dat je... Ja, je moet wel aanschaffen dat bier. Nou, ik had ook met de Albert Heijn stoppen, bestellen op internet. Kijk, dat je een sportvereniging gaat subsidiëren omdat het kinderen van de straat houdt. Kun je net zo goed een school gaan subsidiëren omdat het kinderen van de straat houdt. Of ouders gaan subsidiëren omdat ze hun kinderen binnenhouden. Dus de vraag is, wat is nou die maatschappelijke participatie? Wat bedoelen we daar eigenlijk mee? En waar komt dat idee eigenlijk vandaan dat die overheid dat zou moeten stimuleren? Dat je meedoet in de samenleving. Als ik dan met een paar vrienden ga voetballen bij een vereniging, participeer ik dan in de samenleving? Is dat het idee? Is sport op zich al maatschappelijke participatie? Of is er nog iets extra's aan die sport wat we dan maatschappelijke participatie noemen? Of is het fatsoenlijk omgaan met de scheidsrechter en in je vereniging, zelf je kleedkamer opruimen, zijn dat soort dingen, is dat maatschappelijke participatie? De functie die ik wel zie voor sport, wat hier denk ik het dichtste bijkomt, is dat ik me nogal zorgen maak over dat hoog en laag opgeleid elkaar nergens meer tegenkomen in deze samenleving. En dat volgens mij bij sportverenigingen nog het meeste gebeurt. Ja, dus de klassieke samenleving waar je fabrieken had, waar je hoog opgeleide en laag opgeleide had en die samen de poort uitliepen, bij wijze van spreken, dat bestaat bijna niet meer. Dus je hebt een hele groep laag opgeleide mensen en een groep hoog opgeleide, die kan elkaar nergens meer tegen, behalve bij een sportvereniging. Dat vind ik nog wel een aardige functie van een sportvereniging, maar om nou te zeggen dat is een reden om ze te gaan subsidiëren, dat weet ik niet, dat weet ik niet zo goed. Wat is maatschappelijke participatie? Ik denk een hele goede vraag. Ik zie je vooraan. Ik zou er wel aan toevoegen, wat is sport? Want hier staat sport is het doelmiddel, maar in discussie hebben we steeds over sportverenigingen. Dat is natuurlijk nog wel iets anders waar we richten. Gewoon sport, als ook in sportevenementen. Je spreekt over een voetballen op de vereniging, maar je kan ook voetballen in een park. Wat is sport en waar ligt die op? Ik meen dat er in de. Maar ik wil je ook een beetje. Ja. Een terechte vraag, omdat je. Je zegt het gaat al snel over de sportvereniging. En wat je merkt in het beleid op dit moment is dat er de keuze wordt gemaakt om niet meer over de sportvereniging, maar over de sportaanbieder te spreken. Met andere woorden, we gaan een woordenspel spelen om ruimte te creëren om ook bijvoorbeeld commerciële instellingen te betrekken in het wondermiddel sport, zeg maar, en het stimuleren van maatschappelijke participatie. En, je komt in ieder geval op een, denk ik, een ander terrein terecht, waarin het nog legitiemer is de vraag te stellen van wat is de rol van de overheid om andere partijen, commerciële partijen, te subsidiëren, zeg maar, en een rol aan te geven in het stimuleren van maatschappelijke participatie. En, dus hele trekt de vraag. Moet je het subsidiëren? Moet je subsidie geven om dit te bereikstelligen? Want
op het moment dat een kind wil gaan sporten, is het gelijk gebonden aan regels. Je moet lid worden van een vereniging, je moet lid worden van een bond. De vereniging vraagt dat werk met de bijdrage van de ouders, hè. Dat kan ook zijn in tijd. Dus aan de ene kant wordt de vereniging ook bovenaf gestuurd om aan de regeling van een bond te voldoen. Of aan een ander punt. Dus op het moment dat we de drempels wegnemen, dan kunnen we misschien, ja, misschien zonder, of ja, minder subsidie. Er is altijd subsidie. Al, wat zeg je? Er is altijd subsidie. Nou, moet het afhankelijk worden van subsidie? Als we begonnen zijn, nooit. Want we stellen ons, als vereniging stel je eigenlijk heel kwetsbaar op. Op het moment dat je ja zegt en dit wil gaan continueren, dan ben je, blijf je subsidie afhankelijk. Nee, maar goed, u heeft het over speciale subsidies voor maatschappelijke participatie, maar in verenigingssportland is er altijd subsidie, al is het maar via accommodatie of het clubhuis. Nee, dat klopt, dat weet ik. Maar dat is ook de kracht van de commerciële aanbieder, omdat die zonder subsidie zijn hoofd boven water kan houden. Dus je zou kijken meer naar een ondernemende organisatie dan een vereniging die afhankelijk is van subsidie om zijn accommodatie al überhaupt te betalen. Ik ben daar persoonlijk een groot voorstander van, moet ik u zeggen. De positieve effecten die sport met zich meebrengt op het gebied van gezondheid of disciplinering of wat dan ook, en die krijg je gewoon gratis mee, bij wijze van spreken. Yes, ja, als ik daar tussendoor nog even, als je daar loopt op in, maar ik ben een goed punt, hè? Ik bedoel, als wij hier vanavond met z'n allen beslissen om een voetbalvereniging op te richten om onze kinderen te laten voetballen, waarom is belastingbetaler daar dan eigenlijk aan mee? Dat is toch onze keuze? We lossen geen publieke problemen op. Sterker nog, we verzinnen een oplossing voor het feit dat onze kinderen in het weekend heen of door het huis heen lopen, dan kunnen ze lekker gaan voetballen. Hè? Dus wij lossen een probleem van ons groepje op en niet van de hele samenleving. Dus waarom zou de publieke zaak of de belastingbetaler daar dan aan bijdragen? Dat is wel een hele goede. Ik denk daarmee ook precies het punt wat er nu verhandeld voorkwam over het eigen belang en het publieke belang. Hè. Dus als je lid wordt van een vereniging vanuit een zeker individueel belang, dan zijn dat je denkt, nou, het is een makkelijke manier om elke woensdagavond mijn sportbehoefte te voorzien, dan ga ik naar huis en dan kom ik niet meer terug. Ik zou daar een voorbeeld willen aangeven waarom het zo belangrijk is dat je inderdaad een verenigingsverband, of in ieder geval met elkaar, een soort gezamenlijk belang dient en niet alleen maar een individueel belang. Dat is bijvoorbeeld dat er gemeenten zijn geweest die heel lang hebben gedacht, als wij bijstandstrekkers een fitnessabonnement geven, dan gaan ze sporten en dan worden ze gezonder en dan gaan ze weer participeren en krijgen ze wel weer een baan. En dat bleek dus totaal niet te werken, omdat het dus inderdaad vanuit een soort individueel belang mensen gingen sporten, want ja, dat was dan wel prettig, ze kregen er geld voor, moesten af en toe een sportabonnement laten zien. Maar het leverde helemaal niks op, want ze gingen zich niet verbinden, ze werden niet lid van vereniging, noem zo maar op. Wanneer je echt inderdaad precies zoals ik zeg, en dat is ook wel een beetje een discussie over die subsidie, met elkaar zegt als vereniging, als wij het niet met elkaar rooien, dan gaat deze vereniging ten gronde. Wanneer je daarentegen inderdaad aan de hand van een subsidie altijd maar voort blijft bestaan, zonder dat er iemand enig belang deelt om die vereniging staande te houden, dan verlies je dus inderdaad, dan verlies je het van het individualisme eigenlijk op de velden. En ik denk dat je dat tegenwoordig toch helaas ook steeds vaker ziet. Is dat ouders hun kinderen afdroppen bij kampong, dan hebben ze lekker kinderopvang. Dus daarna gaan ze sporten en dan s'avonds om 8 kunnen ze weer oppikken. Lekker makkelijk, dan papa doorwerkt tot 8 uur. Maar het lost niks op. En dus dat hele verenigingsverhaal, dat vind ik wel een hele fundamentele als het gaat over is sport een wondermiddel. Deel wel met z'n allen gezamenlijk belang. Dankjewel Jesper, Marina. Ja, ik ben het een groot deel met Jesper eens. En niet vergeten dat verenigingen niet alleen het maatschappelijk belang van de sporten zelf dienen, maar ook van de mensen onderin, wat net gezegd wordt, hoog en lager. Dat geldt door de hele vereniging heen, ook als vrijwilliger. Binnen de vereniging leer je ontzettend veel. En leer je misschien wel dingen waar je werk helemaal nooit aan toe zou zijn gekomen. Kinderen die rondlopen op een vereniging worden, of ze nou willen of niet, toch geconfronteerd met normen en waarden. Omdat er natuurlijk ook in de sportvereniging regeltjes zijn, anders zou het een bende worden. De commerciële sportaanbieders, waar wij in het verleden ook vaak mee hebben gesproken, merken ook veel meer de mens als consument. Dus die kinderen, die daar ook zo langzamerhand naartoe worden getrokken, die leren ook iets meer samenwerken en iets voor een ander over hebben. Want die denken, oh, er staat er wel een die zorgt er wel voor, die douche, die wordt wel aangedwijld naar mij. En, nou, dat soort praktische zaken.
En dus ik denk dat een sportvereniging wel degelijk meerwaarde heeft, ook maatschappelijk. Maar ik zeg nog steeds automatisch. Als jij lid wordt van de sport, hoort het al zoveel jaren. En als we dan gaan praten over subsidie binnen de sport, met alle respect, maar ook dat is de laatste jaren natuurlijk fors afgenomen. Er is het best wel een beetje. Maar in Utrecht is er ook niet zo heel veel subsidie meer aan sport. Dus de verenigingen zijn al heel erg gewend om hetzelfde rol. Hebben af en toe nog wel een steuntje erin nodig. De een wat meer dan de ander. En is dat zo erg? Dan praat ik weer over die diversiteit in verenigingen. Dat is toch ook aardig? Dat maakt toch ook een samenleving sterk? Goed, dan zou de vraag niet moeten zijn of sport het ondermiddel is, maar of verenigingsvorming het ondermiddel is. En want waarom praten we dan over sportvereniging en niet over de toneelvereniging? Als het om sport gaat, dan zie je of je dat nou leuk vindt of niet. En of daar nou een ontwikkeling vanaf de Grieken en de Romeinen ten grondslag ligt of niet. Je ziet een ontwikkeling naar consumentengedrag. En je ziet een ontwikkeling naar graag willen sporten buiten verenigingsactiviteiten om. Er zijn veel mensen die in commerciële sportscholen sporten, maar er zijn ook ongelooflijk veel mensen die op eigen houtje rondjes gaan rennen of gaan skiën of op de racefiets stappen. Dat is voor mij ook allemaal sport en daar zie ik ook de waarde van. Maar dat lost deze problemen niet op. Dan kun je beter lid worden van inderdaad de toneelvereniging. Ja, dat vind ik wel een mooie, hè? Sport, wel type sport. Ik heb een blauwe maandag geprobeerd op vrij hoog niveau te wielrennen. Er was weinig verbroederends aan, kan ik u mededelen. Ik zal mijn littekens binnenboord houden, maar daarnaast heb ik een tijdje naast een commerciële sportaanbieder, namelijk Sport City in Leiden, gewoond. Daar staan dus 40 mensen met iPods in loopbanden. Nou, zie ik ook weinig verbroederends gebeuren. Of ze komen met z'n tweeën, collega's, en dan gaan ze met z'n tweeën squashen en dan gaan ze met z'n tweeën weer weg. Gebeurt ook weinig verbroederends. Dus de verbroederende capaciteit van die sport aan zich, los van het verenigingswezen, dat hangt natuurlijk ook nog wel per sport af of dat het of het geval is. Nog los van het verschil tussen teamsporten en individuele sporten. Kijk, daar komt de groene kaart weer achter in de zaal. Ik kan de microfoon naar beneden achter in de zaal, alsjeblieft. Ik mag hopen dat u deze een toneelstukje opvoert hier, met uw mening, in ieder geval een debat. Nou, ik vind het gewoon klinkbare onzin wat u zegt. Oh. Het kan zijn dat u individueel als mislukte beroepsvlieger misschien niet geslaagd bent, maar als ik toch kijk hoeveel mensen het wielrennen in Nederland in beweging brengt en houdt, alleen al qua media, dat is toch een soort van verbroedering. We hebben allemaal een mening over hetzelfde wat over voetbal. Heeft ook iedereen een mening over. En dan, ik weet niet of u het filmpje kent, het promofilmpje van Londen 2012, van de Olympische Spelen. Moet je maar eens op YouTube kijken, het is een filmpje waarin in de binnenhoek werd aangeboden, waar kinderen zitten televisie te kijken en die zien dat de topsporter heel succesvol zijn. En ze willen dat ook gaan worden. Nou, dat heeft absoluut toegevoegde waarde over maatschappelijke participatie. Dat is het alleen maar omdat de gezondheid van mensen stijgt, waardoor je weer minder zorgkosten hebt en die kosten omlaag gaan. En ik vind het heel jammer dat een beetje een negatief debat te worden. Er zitten heel veel positieve kanten aan sport. Ik ben het wel eens met de meneer rechts naast u. Kijk, je kunt niet alles zomaar sportvereniging overlaten. Dus je zal wel moeten overwegen van. Met wat voor mensen ga je dat dan doen? Maar sport is veel meer dan alleen inderdaad verenigingen. Er zijn allerlei soorten, maar ik ben echt van mening. Maar ik doe ook hetzelfde met sport, ook het een en ander. En hoe makkelijk kinderen en docenten meedoen en ook leren samenspelen. Wat mevrouw net zei, een stukje normen en waarden wat je nou wel of niet wil. Die je toch meekrijgt op een sportvereniging. Nou, ik vind het allemaal aanzienlijke maatschappelijke participatie. En een positieve invloed daaruit. Maar de vraag is, moet je dat stimuleren? Ik bedoel, het is al zo binnen de sport. De sport is altijd al volop maatschappelijk bezig geweest. En
het is een neveneffect, zou ik bijna willen zeggen, maar het is toch niet het doel van een... Ik heb het dan inderdaad over een vereniging, maar het doel van een vereniging is toch niet, kom ik ga vanavond eens even gezellig naar mijn maatschappelijke project toe. Nee, je gaat bij je sportvereniging. En waarom ga je daar naartoe? Om diverse redenen, op te sporten, maar ook daarnaast, derde helft is minstens zo belangrijk natuurlijk binnen sportverenigingen. Dus dat is er ook altijd al geweest. Dus ja, zover zijn we eigenlijk al gekomen. Alleen wat momenteel het probleem is dat inderdaad een overheid zegt of denkt, we droppen daar maar onze problemen. Wat ze inderdaad ook bij het onderwijs hebben gedaan. Nou, ik denk niet dat de sport daar, en zeker heel veel sportverenigingen zitten daar niet op te wachten. Wellicht de grotere die wat beter georganiseerd zijn, kunnen dat wel aan. Maar dan kom ik weer terug, de kleinere niet. En ik vind dat wij nog steeds moeten opkomen, ook voor die kleine verenigingen. Die ook heel veel waarde hebben binnen de maatschappij. Dankjewel, Mino. Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om naar de volgende stelling te gaan. Die je nou bij mag ik nog even reageren op het toneelstukje? Meneer van spreken. Ja. Nee, ik voer wel vaak toneelstukjes op, maar in dit geval niet. Ik denk als we deze vraag en dit vraagstuk helder willen krijgen, dat je ook eerder moet zijn over als sport niet het toppunt van maatschappelijke participatie is. Ik ontken niet dat sport gezond zou zijn, ik ontken niet dat het voordelen zou hebben. Sterker nog, die jongens die mij de sloot drukten, is ook in zijn een beetje competitiedrang, vind ik ook heel gezond in de samenleving. Allemaal hartstikke goed. En natuurlijk, ik heb daarna ook nog heel lang amateuristisch en nog steeds gefietst door de duinen en met groepjes, wat hartstikke leuk is. Dat ontken ik ook allemaal niet. De vraag is alleen of je als sportvereniging zou moeten willen claimen dat je maatschappelijke participatie bevordert. Dat is de vraag. En dat is een andere vraag dan de vraag, is sport goed voor de samenleving? Dat is echt een fundamenteel andere vraag voor ons. Dankjewel. Ik denk dat we deze discussie deels kunnen voortzetten middels de volgende stemming. Het sluit nou aan bij wat Marina zei, dat de kracht van sportverenigingen juist is dat ze zich niet bezighouden met maatschappelijke problematiek. Dat inderdaad de vereniging zich bij de core business... Oh, dat heb ik niet zo gezegd. Dat heb ik niet zo gezegd, maar ik gebruik het wel als bruggetje naar deze... Oh ja, een bruggetje. Het is niet helemaal wat ik bedoel. Maar dat kan ook aan mij liggen. Maar dan mag je meteen het woord. Misschien eerst weer de kaartjes... Omhoog. Heel rood tot nu toe. Nog niet iedereen omhoog. Eén groen. Nog een groen. Ja. Is hier nou een mooiere verdeling? Dat is leuk. Bij een redelijke verdeling. Marina, mag ik hem meteen het woord geven om je iets te doen? Hij is heel stellig, deze stelling. Hij is bijna te stellig. Natuurlijk kom je in de sportverenigingen ook maatschappelijke problemen tegen. Dat was vroeger in de kerk zo, in en de pastoor tegenwoordig lopen in trainen. Die ziet ook aan jou dat er wat aan de hand is. Dus natuurlijk, het is geen status aparte waarin we leven met sportverenigingen. Maar nogmaals, ook dat is al heel lang het geval. Daar is niets aan veranderd. En daar zal ook niets aan veranderen. Want als je met een groep mensen bij elkaar hebt, heb je altijd mensen die zich verantwoordelijk voelen voor een ander. Maar dat hoeft niet per se een sportvereniging te zijn. En ze zijn er ook niet om jouw maatschappelijke problemen op te lossen. Je maakt onderdeel uit van. Ik denk dat het sterk van sportvereniging is. Dankjewel. Ik zie een hoop handen in de zaal. Misschien Stijn, die hebben we nog niet gehoord. Volgens mij zit in deze stelling ook een beetje het antwoord wat we nog schuldig waren bij de eerste stelling. Natuurlijk zijn er een aantal sportverenigingen die zich wel bezighouden met het oplossen van maatschappelijke problematiek. Ik persoonlijk vind dat ook fantastisch als sportverenigingen dat kunnen en als ze dat willen. Ik zie eerlijk gezegd ook geen reden waarom ze daar niet nog ondersteuning bij zouden kunnen krijgen, van gemeentes of van anderen. Proactief zijn er sommige sportverenigingen die dat doen. Aansluitend bij Marina zijn er natuurlijk ook een hele hoop verenigingen die dat niet doen, omdat zij vooral sporten zelf belangrijk vinden en de maatschappelijke rol in eerste instantie niet voor zich zien weggelegd. Maar dan volgt toch wel de nuance vinden, want stoppen bij de stelling dat je alleen maar een sportvereniging bent en dus ook verder maatschappelijk niets meer hoeft te doen, dat riekt ook wel heel erg snel naar onverschilligheid.
die we met z'n allen volgens mij niet zouden moeten willen. Enerzijds bijvoorbeeld onverschilligheid tegen allerlei vormen van segregatie in de samenleving. We zien het in de straten, in de huizen, ook op scholen. Ook overigens op sportverenigingen, maar sportverenigingen zijn tegelijkertijd een van de weinige plekken in onze samenleving waar, zoals Albert-Jan al zei, jong en oud, hoog opgeleid, laag opgeleid, gewoon autochtoon, ook heel vaak wel bij elkaar komen. En juist langs de mores van de sport, zonder iets extra's te doen, heeft die sport, kan sport, zo moet ik het zeggen, die verbindende kracht in een gesegregeerde samenleving wel hebben. Een ander voorbeeld, opvoeding. Kinderen hebben het niet altijd breed thuis, hebben het soms lastig thuis, geen goede opvoeding, soms ook hele extreme gevallen, mishandeling, noem maar op. Ik denk dat sommige van die kinderen, en dat kan ook een toneelvereniging zijn, maar dat maakt mij verder niet uit, en het kan ook de school zijn, dat moet, vind ik, ook de toneelvereniging en de school zijn, maar ook de sportvereniging, wel een opvoedende basistaak hebben richting nou, het ontvangen van iedereen die op een club komt. En het mooie aan deze stelling is dat dat niet per se hoeft door allerlei programma's of moeilijke zaken, maar langs de mores van de sport, sportief zijn met elkaar, redelijk zijn met elkaar, discipline aanleren, een positief verenigingsklimaat met elkaar maken, dat kan volgens mij voor juist de kinderen waar ik het net over had, van onschatbare waarde zijn. En dat is wel ook een, iets waar een aantal clubs denk ik ook nog wel wat vandaan staan. Omdat ze ook te gemakkelijk kunnen zeggen, bij ons is het klaar, wij roosteren het, het hockey of het voetbal, wel in. Ik denk dat die extra pedagogische taak ook nog wel wat meer tussen de oren en de handen mag komen, moet komen. En dat juist sport daar heel erg belangrijk is, als je de kinderen van de sport ook hoog. Bedankt Stijn. Maarten, mag ik jou het woord geven? Ja, dat mag. Ik denk dat Marina ook wel wat wil zeggen, want zij zegt net tegen mij dat ze tegen is bij het geluid van Stijn. Dus dat is goed voor de discussie, denk ik. Wat mij aanspreekt in het verhaal van Stijn is dat je juist wellicht meer kunt bijdragen aan de maatschappelijke problemen door je op jezelf te richten als sportvereniging. En er zijn genoeg sportverenigingen. Laten we beginnen bij het idee van maatschappelijke participatie als een probleem wat gedefinieerd is in verschillende overheidsinstanties en waarin de sport geprobeerd wordt een stijging van 65% sportdeelname en 75% sportdeelname te realiseren onder de Nederlandse bevolking. Nou, die sportdeelname wordt gemeten op basis van 12 keer per jaar sporten. Daarom kun je ook afvragen wat precies daarvan de waarde is natuurlijk. Maar een sportvereniging die in zichzelf met zichzelf bezig is en probeert het beste uit zichzelf naar boven te halen en een bepaalde groep mensen aanspreekt, is wellicht beter in staat om een groep die op dit moment deels buitengesloten is of juist heel erg aantrekkelijk is voor een aantrekkelijk aanbod heeft voor jeugd, om die tot zich te binden en ook voor langere tijd dan andere type aanbieders. Dus met andere woorden, ik denk dat inderdaad de kracht van sportverenigingen is dat ze op het moment dat ze vanuit hun eigen kernactiviteit proberen die sportorganisatie op te zetten. En dat ze dan beter in staat zullen zijn om mensen aan zich te binden die zich aangetrokken voelen tot die vereniging in plaats van overdreven op zoek te gaan en proberen een bepaalde groep te bereiken die zich toch niet aangesproken voelt tot die ene sport. Korfbal die zich gaat richten op allochtone jeugd. Ik weet niet wat daar precies het nut van is, zeg maar. En op het moment dat een allochtone of een voetbalvereniging die gevestigd is in Overvecht en voor het grootste deel uit Marokkaanse jeugd bestaat, dat is nou een vereniging die enorme meerwaarde heeft en zich vooral op hun eigen organisatie moet richten en daarmee vanzelf groei in zo'n doelgroep kan realiseren. Ik zou daar nog een beetje toevoegen. En het klinkt misschien heel simpel en heel hard. We hebben in Nederland gewoon vrijheid van verenigingsvorming. En je mag, als je met z'n tweeën bent, een vereniging oprichten en je bepaalt gewoon in die vereniging zelf wat het doel van je vereniging is en wat je in die vereniging doet.
En ja, het is eigenlijk niet aan een ander, niet aan de overheid of aan een andere vereniging of derde, om te bepalen wat jij in je vereniging moet doen. Het is natuurlijk wel zo dat als je als vereniging aanspraak maakt op subsidies of ondersteuning van derden, dat die derden daar voorwaarden aan kunnen stellen. En dat is dan gewoon een zakelijke relatie zou ik bij willen zetten. Maar je kan daar niet van alles in fietsen wat je eigenlijk wel leuk zou vinden dat zo'n vereniging doet. Want daar gaat die vereniging gewoon uiteindelijk zelf over. En dat is precies wat ik bedoel. En dat was het stukje wat ik zei tegen. Je kunt niet tegen een vereniging zeggen, ik leg jou op dit of ik leg jou op dat. Verenigingen bestaan uit vrijwilligers. Dat is de grootste kracht. En een vrijwilliger laat zich niet zeggen, jij moet dit, jij moet dat. Dat pikt niemand. Ik vind, dan doen we, kijk, nou, wat we dan doen zijn, is naar de vereniging kijken. Zeggen, wij verwachten alles van die vereniging. Maar die vereniging zelf, ik ben ook benieuwd hoe sterk die nog werkt, wat zijn kernwaarde is en wat zijn oorspronkelijke reden was, waarom die ooit opgericht was en wat ze willen bereiken. Ik denk dat verenigingen zelf ook steeds optimistischer zijn en steeds meer uitdragen wat ze allemaal dan niet kunnen doen. Dus wij zijn misschien tegen verenigingen, hou je bij je kern. Maar ik vraag me af hoe goed dat vereniging nog zelf wil weten hoe ze bij en wat hun kern is. Ja, maar dat bedoel ik ook met de diversiteit van verenigingen. Als je hier in Utrecht kijkt, dan kunnen we ze precies aanwijzen. Er zijn verenigingen die dat willen. En er zijn ook verenigingen die zeggen, ja, dat willen we niet of dat kunnen we niet. Het heeft ook natuurlijk een beetje te maken met de samenstelling binnen je vereniging. We hebben niet allemaal mensen die pedagogisch onderlegd zijn binnen een vereniging. Goed, dan kun je vragen als je als vereniging dat toch wilt, overheid kan ik hier steun bij krijgen. Dat wordt ook geboden. VSU, kunnen we hier steun bij krijgen? Dat wordt ook geboden. Maar dan moet je het wel willen. En die vrijwilligers die dat dus moeten gaan doen, die moeten het willen. En dat is een vreselijk belangrijk. Dankjewel, meneer. Ik zag hier wat mensen uit de zaal. Ik zie dat de meneer achter al de microfoon heeft. Ja, ik heb stiekem de microfoon al gepakt gekregen. Ja, ik wil de makers van dit symposium niet voor het hoofd stoten. Maar die stellingen zijn zo algemeen. Dat je steeds allemaal, ja, wat is nou precies de maatschappelijke problematiek? Er werd net bijvoorbeeld suggereren naar bijvoorbeeld een allochtone problematiek. Dan kun je zeggen van, is dat nou zo dat bijdraagt? Om in ieder geval toch specifieker te zijn. Want dit is eigenlijk de omgekeerde stelling van de eerste stelling. Hè? En nu praten we met de andere kant. Eerst moesten ze wel en nu niet. Ik denk dat we gewoon op een gegeven moment wat meer toe moeten spitsen. Wat bestaan we er nou precies onder? En hoe ver willen we gaan? Ik denk dat het evident is ook bijvoorbeeld. Wat doet de sport zelf? He, bijvoorbeeld, we hebben net gesproken over pedagogisch inzicht en dat soort dingen. Nou, van de meeste verenigingen kun je dat niet verwachten, maar sport aan zich trekt wel dit soort dingen. He. Mensen moeten verantwoordelijkheid nemen, er is een aanvoering voor de aangewezen. He, dus daar zie je heel veel van dit soort dingen komen, zonder dat dat misschien heel bewust op het takenpakket wordt gerekend. Want inderdaad, de meeste verenigingen, ook de beter georganiseerde, komen niet toe aan het extra slag. Daarom zijn de vrijwilligers gewoon zijn er te weinig en hebben het te druk. Hè? Dus dat is. En ik denk dat we ook meer moeten specificeren. Wat willen we dan wel? Wat zijn dan de taken die verenigingen echt willen? Nu blijft het te algemeen. Dan komen we niet verder. Hè? Ik denk dat u daar een goed punt over is. Voordat we erop ingaan, mevrouw, je vooraan het woord geven. Ik heb even een vraag aan Albert-Jan. Wat mij bezighoudt is het volgende. Je zei eigenlijk in je inleiding, we vliegen daar rechtsboven uit de bocht, zo langzamerhand. Dat is allemaal gewoon. En er worden steeds meer zaken worden teruggelegd, dienstonder. En dat ik wel begrepen eigenlijk belang en maatschappelijk verantwoordelijkheid. Wat mij nou bezighoudt in het gesprek is hoe het komt dat de sport vooral wordt aangesproken op die maatschappelijke verantwoordelijkheid. En de postzegelclub niet en de toneelclub niet. Want niemand zegt er moeten 10 autonomen zijn bij de postzegelclub. Maar wel bij de sportvereniging. En ja, ik chargeer dat een beetje, want ergens zit daar dus iets bijzonders in die sportwereld. En hoe hebben we dat? Want wat mij nu bezighoudt is, zolang wij zo spreken de sportverenigingen in dat hele veranderende landschap wat je hebt geschetst, een eiland blijven, hoe blijven we dan hier telkens over discussiëren? Want het gekke is dus, geen van die andere verenigingen wordt op deze maatschappelijke verantwoordelijkheid aangesproken. Hoe kijk je er tegenaan, Albert-Jan? Dat is wat nu steeds in mijn hoofd is. Dat onderscheidt de sport dus van iets anders. En is dat dan ook de waarde, denk ik, waar we naar zoeken? Ja, dat kan. Of is het sportdomein de laatste sector die opgevroten wordt door een gulzige overheid? Ja, dus ik doe heel veel onderzoek naar zogenaamde multiprobleemgezinnen. Het gaat om
week op de bank zit en dan kijk ik wat er allemaal over de vloer komt. En hoe ik ze als een service kan helpen. Laat zich zien wat ik bezocht. Die werden geholpen door de maatschappelijk werker, een sociaal case manager, een budgetbeheerder, een schuldsaneerder, een buurtconciërge, een stadsmarinier, een gezinsvoogd, een tweede gezinsvoogd die zichzelf inmiddels jeugdbeschermer noemde, door iemand van bijzondere bijstand en door een buurtwerker, waar ik geloof 16 of 17 instellingen bij betrokken. Dat zijn allemaal mensen die officieel de taak hebben om maatschappelijke participatie te bevorderen. Het zijn allemaal professionals die bij instellingen werken die, mind you, wiens beroep het is om datgene te doen dat we nu op sportverenigingen projecteren. Nou, dat is de vraag natuurlijk, hoe kan dat? Het is jouw vraag, hoe kan het dat we nou bij die sportverenigingen uitkomen? Het zijn natuurlijk, het zijn een paar antwoorden. Waarom niet de filatologievereniging of de duivenmelkers en waarom wel de voetbalvereniging? Omdat er bij de overheid sterk het idee leeft dat degenen die bij de lid zijn van een voetbalvereniging wel maatschappelijke problemen veroorzaken en mensen die bij een duivenvereniging zijn aangesloten geen maatschappelijke problemen veroorzaken. Ten tweede omdat veel van die massale sportbewegingen veel jongeren hebben die daar lid van zijn. Die willen we graag opvoeden. En wat je ziet is dat we steeds meer maatschappelijke problemen gaan definiëren die we steeds lastiger kunnen oplossen. Dus die overheid trekt steeds verder ons privédomein in, wil eigenlijk de liefste kinderen gaan opvoeden. Tot voor kort was het mogelijk om met belastinggeld grootouders te betalen om op hun kleinkinderen te passen. Krankzinnig, hè? Moet je eens voorstellen. Je opa's en oma's betaalt om hun kleinkinderen te passen. Dus dat is die overheid die steeds verder ons private domein inklimt. Maar ze zien tegelijkertijd dat ze daar steeds grotere verwachtingen creëren die ze niet waar kunnen maken. Dus zoeken ze een nieuw domein waar dat wel waargemaakt kan worden. En in dit geval is dat de sport. En het is heel raar dat je de sportsector belast met opgaven, met maatschappelijke opvragen, waar je al een hele verschillende sectoren voor hebt opgericht om dat al te doen. Maar die slagen er nu in. Dus nu projecteren we het op de sportsector, zeg maar. En de reactie van die sportsector. Een hele grappige stelling, hè? Het is een ontkenning. Dus dit zou betekenen dat je kracht definieert op basis van iets wat je niet doet. Hetzelfde als ik zou zeggen, ik ben een hele goede niet-profielrenner. Ja. Dat is dus geen... Dit zegt dus niks. Het is kracht op basis van ontkenning. En dat is wel de houding die een deel van... Ik ben met uw achterbuurman eens dat het deels abstracte stellingen zijn. Tegelijkertijd is het de houding die een deel van de sector aanneemt. En dit soort stellingen, dit soort houding kun je alleen maar aannemen als je het idee hebt dat je iets moet waar je van niet van weet of je kan. Het is eigenlijk krankzinnig dat we als sportsector dit soort stellingen moeten gaan opwerpen en bediscussiëren. Dat betekent dat er iemand anders is die tegen jou zegt, dit ben jij eigenlijk. Dit is jouw identiteit. Iemand die daar niet over gaat. En het grootste verschil met de jaren 50 is natuurlijk dat toen de overheid ging betalen en reguleren. Maar wat we nu zien is dat die overheid eigenlijk die subsidiehand terugtrekt, maar wel wil blijven bepalen wat er in de sportkantine gebeurt. En dan vervang je dus een verzorgingsstaat door een controlestaat. En nou, die identiteitscrisis bij enerzijds de overheid en wat het bij een sportvereniging doet, dat is het resultaat daarvan, zijn dit soort discussies en zijn dit soort stellingen. En je zou ook gewoon kunnen zeggen, zo niet erop. Wat heb je te maken? Dat is mijn vereniging. We hebben hier recht van vereniging. Wat hebben jullie daar als overheid mee te maken? Wat we willen doen? Maar ik denk dus dat de overheid in zijn maakbaarheidsgeloof, het sportdomein als laatste stronghold ziet die ze kunnen veroveren om maatschappelijke problemen op te lossen. Ik denk dat het antwoord is, in ieder geval zul ik er tegenaan kijken op de vraag die je stelt. Voordat we kort een kopje koffie gaan drinken, wil ik nog even Jasper het woord geven, dat je het moet mogen. Ik denk dat het goed is om na de pauze inderdaad te proberen het een en ander te concretiseren en af te bakenen. Nou, wat ik wel heel leuk vind, is dat deze discussie voeren bij de gemeenteraad van Utrecht vaak over sport. Hè? Sport als het nieuwe welzijn. En ik hoor jou toch heel duidelijk een waardeoordeel uitspreken. De vraag is of het inderdaad een laatste stronghold is. We kunnen ons maakbaarheidsdenken niet meer via de traditionele welzijnsinstellingen, maar verschrikkelijk hoeveelheden geld afgelopen jaren gepompt zijn. Maar waar je echt moet afvragen of de wereld er anders uit zou zien dan als we het gewoon niet hadden gedaan. Maar dat is mijn oordeel. Maar inderdaad, dan is de vraag. Maar dat is inderdaad de vraag. Jij hebt al dat ik waarde hoor van die sportverenigingen kunnen dat niet.
En ik zie toch wel degelijk een meerwaarde in als je nou eens zegt van we stoppen al die miljoenen die we de laatste paar jaren in al die verschillende welzijnsinstellingen hebben gepompt, die stoppen we in accommodaties, die stoppen we in professionalisering van verenigingen. We zorgen ervoor dat er nightcourts zijn, kruivenkoorts zijn, noem maar op. Dus je zorgt dat de faciliteiten er zijn, dan gaan mensen hopelijk, en dat is misschien toch een beetje de hoop individualisme, zelf besluiten om af en toe eens die bal op te pakken in plaats van dat er een welzijnswerker tussen te zetten. Dus ik zou niet per se dat waardeoordeel negatiever aan willen plakken. Ik denk dat het wel degelijk voldoende voor het waard is. Of het een oplossing is, een totale oplossing, ik weet het niet. Ik hoop het, dat is het natuurlijk niet, want de samenleving die verandert met de dag. Maar het is wel een oplossing die beter werkt, denk ik, dan het traditionele maakbaarheidsdenken en het traditionele welzijnsdenken. Ja, dat is gelijk iets wat je als raadslid en als beleidsorganisatie heel goed uit kan proberen. Dus ik zou zeggen, steek niet in één keer al de miljoenen in 40 kruifkoortjes, maar zet er eerst eens twee neer om te kijken hoe het werkt. En als het werkt kun je het een beetje incrementeel opschalen. Als het, wat er vaak gebeurd is, is natuurlijk dat we het gelijk helemaal doen. En dan blijkt je theorie achteraf niet te kloppen. En dan hebben we geen welzijnswerkers meer en 40 lege kruifkoortjes. En dan wordt de stad wel heel treurig. Wat mij op een gegeven moment heel verbaasd, want ik hoorde dat mbo-scholen de vakken burgerschapscompetenties werden gegeven. En wat ik nou de kracht juist vind in de sport, als ik over mijn eigen voetbalvereniging praat, dat is eerst te beginnen dat de doeltjes gaan opruimen. En de ballers gaan opruimen en vervolgens respect voor een scheidsrechter omgaan. En dan blijf je natuurlijk wel in die sportwereld zitten, maar dan kun je juist in die sport van allerlei burgerschapscompetenties, als mag gebruiken, aanleren die je toch later nodig hebt in het leven. En dan is het geld voor de sportpleegers misschien interessanter dan het naar welzijn gaat. Ik vind het heel belangrijk wat je zegt. Burgers gaan over burgerschapscompetenties. Het zijn burgers om te bepalen wat het is en hoe ze dat vorm willen geven. Wat we nu zien is dat eigenlijk, wat vooral de Rijksoverheid doet, die gaat definiëren wat burgerschap is. Dan gaan ze volgens sancties of subsidies aan verbinden. En dat is de omgekeerde Franse revolutie. En dat is ook geen toneelstukje. Maar toen stonden de burgers op de barricade om de ambtenaren en de macht te grijpen. Nu staat de macht op de barricade en zegt, wil u alsjeblieft gewoon eens normale burgers zijn. En het is echt een omgedraaid proces is dat. Ik ben met je helemaal mee eens. Toen kun je op sportverenigingen van alles leren wat goed is voor het leven. Ook hoe je normaal met elkaar omgaat. Maar daar gaan wij over. Op dit moment zie je dat burgerschap wordt een beleidsconcept en de burger wordt een beleidsinstrument. Dat is een wereld waar ik niet heel groot in wil worden. Ik zag dat met name Jespers, reactie en hoop, reacties vanuit het panel opriep. Ik zou dat wel willen bewaren voor na de koffie, want dan gaan we het ook met name hebben over het inzetten van accommodaties. Ik denk dat een groep mensen even op de benen om een kopje koffie te drinken.